Zo. Um, het is een uh, klucht in vier bedrijven. <laughs> het is iets minder urgent als wat ik net hoorde hè, met alle bevers en dassen. Dit is meer uh, hoe uh, zorg ik dat ik mijn systeem ook een beetje begrijp. Um, en hoe gaan we om met dijkmonitoring? En in welke fase zitten we? Want dat doen we al heel lang. Uh, maar goed, uh, kunnen we die, dat, dat niet naar een volgende fase brengen? Um, wat ik vooral wil vertellen is de achtergrond en aanleiding waarom we dachten dat het handig was om iets weer toe te voegen aan wat we al weten. Um, daarna gaat Aard uitleggen van uh, hoe ver we al gekomen zijn tot dusver. En daarna uh, in gesprek met jullie van <laughs> en hoe verder. Wat <clears throat> een beetje... Ja, een van de aanjagers is geweest een bijeenkomst in Tiel vanuit het netwerk dijkmonitoring, waarin we ook mensen van het klik hebben uitgenodigd. Van hebben, hoe hebben jullie nou die fase gezet? Van ja, een beetje hobbyen tot het wordt serieus en het wordt nog serieuzer. Hoe kom je in een volgende volwassenheidsstap? Nou is dat natuurlijk voor de dijken niet nodig, want wij weten best waar onze dijken liggen. Hè? Dus die klikmelding die is wel in orde. Maar als je dan hebt over de dijkmonitoring, dan is dat weer iets anders. Hoe hou je het actueel? Uh, ik denk dat het niet zo heel belangrijk is hoe ze het precies doen, maar wel dat dat ook weer voor ons een impuls was. We moeten van uh, projectmonitoring naar wat meer uh, uh, systematische monitoring toe. Uh, oh. Te veel knopjes tegelijk. Uh, er zijn veel aanleidingen geweest hè, om wat te willen. Nou ja, die, 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 die kennen jullie allemaal. Hè. Dat is begonnen met de historische overstromingen, waarom we ooit uh, uh, met dijken zijn begonnen. Uh, de rampen hebben vaak een impuls gegeven, de ramp van 1953, maar ook die van, te, van 1916 daarvoor bij, bij de Zuiderzee. Uh, toen, kregen we, toen we dachten dat we alles onder controle hadden, een paar uh, waarschuwingen van de natuur. Hè, ik noem wilnis in 2003. Dat was eigenlijk uh, best wel schokkend. Ze hadden mij op school geleerd. In de, in de winter is het gevaarlijk en in de zomer gebeurt er niks. Maar ja, dat hebben we afgelopen zomer ook weer gezien, dat klopt niet. Uh, yeah. We hebben uh, Katrina gezien, hè? dat was ook een, uh, een soort 1953 man al daar. Hè? Ook 1800 zoveel doden, ook al een rapport in de kast dat het zou gebeuren. Ook bestuurlijke, niks gedaan. En daarna moord en, en brandschreeuwen. En het enige verschil is dat die Amerikanen wel uh, ja, sneller kunnen bouwen. Dus die hadden hun delta werken echt in een vloek en een zucht voor elkaar. Dat was echt onvoorstelbaar. Het organisatietalent van het leger heb je soms ook wel nodig. Hè? Ja. Uh, en en ja, waar we het net over hadden, hè, droge zomers achter elkaar, uh, bouwschades als we dijken versterken, hè, de lek en de lekdijk, uh, wat heb je allemaal. Uh, het is allemaal niet zo makkelijk. Uh, de hoogwaters in Limburg, nou, daar hebben we nou nog de bevers en de dassen erbij. Dus er is toch wel genoeg om over na te blijven denken, van ja, uh, moeten we niet een stapje verder? En dan met name ook in de ontwikkeling van monitoring. We hebben dan naar wilnis gezien van: oké, okay, dat was een impuls om meer naar inspectie en monitoring te kijken. Er is ook heel veel gedaan, heel veel gebeurd. Maar moeten we niet verder? Nou, als je het hebt over monitoring zelf, daar heb je natuurlijk niks aan. Dus ja, niet, niet monitoren is hartstikke stom. Maar monitoren zonder te weten wat je ermee wil doen, dat is nog stommer. Dus het gaat altijd om de samenhang. En dan zie je dat er heel veel ontwikkeling is hè, in techniek. Nou, Dat vind ik ook leuk. Ik kom ook uit Delft. Spulletjes zijn mooi. Ja. En dan heb je het over de inspecties hè, dat, dat, menselijk oog. Hè, dat, nou, op een gegeven moment heb je dat niet meer nodig. Daar hebben we spullen voor. Of, uh, ja, de, de sommen die worden ook steeds mooier hè, van uh, eenvoudige handberekening. Dat je het nog uit je hoofd kan en ook in het veld kan checken of je het, uh, het snapt. Nou, daar hebben we fantastische black boxen voor teruggekregen. Dus, nou, ook mooi vooruitgang en ja, ga zo maar door. Hè? <laughs> maar hoe krijgen we dat nou weer bij elkaar, hè? binnen en buiten beeld, zodat het een het ander checkt? Ja, een van de dingen is van ja, niet alles hoeft het beste te zijn. Het is wat heb je nodig? En ik denk dat je dat menselijk oog dat daar in dat hoekje zit, dat je dat um, uh, niet moet verruilen. Maar die samenhang, daar gaat het om. Nou, aanleidingen zijn er genoeg, hè? overal op de wereld. Dus, en er gebeurt ook overal hetzelfde, dus dat is het leuke. Bestuurskunde is overal anders, maar natuurkunde is overal hetzelfde. Dus dat kunnen we van elkaar overnemen. Dus we hoeven we niet zelf alles uit te vinden, we uh, kunnen ook gewoon slimme dingen overnemen. Uh, ook op de dijkwekkersdag is nog weer eens gezegd: hè, de oplossing voor de toekomst. Ja, zonder monitoring ben je kansloos. En dan hebben we het ook over klimaatverandering, droogte-effecten, allemaal dat. Als we de data niet hebben, vergeet het. Dus nou ja, laten we zeggen. De de aanmoedigingen waren er voldoende. Maar nu, wat willen we graag? Ja, wij willen graag eh, eh, dat we als volgende stap eh, het monitoren van als incident meer naar eh, normaal eh, krijgen. Dus eh, van, van, ja, we willen naar een soort praktijkgericht spoorboekje, want we snappen ook dat elk waterschap, elk systeem is anders. Dus je moet niet naar één standaard willen. Ja, dus, ja, Iedereen is in een andere fase. Maar hoe krijg je het voor elkaar dat we een soort grootste gemene deler hebben van alle waterschappen? Zeggen, zo kunnen we onze ervaringen delen. Of uh, uh, dit kun je van ons gebruiken. En we hebben daar dan ook een idee voor. We maken dit jaar een spoorboekje af. Waarin we alle ideeën tot dusver over het meer systematisch monitoren uh, hebben opgeschreven. Samen met de waterschappen die dat al doen. Uh, en daarna gaan we dat verder uit proberen te rollen bij waterschappen zelf. Om te kijken van wat is voor jullie het meest handige plan van aanpak. Waar staan jullie al? Wat is de startsituatie? Uh, als je dan uh, uh, kijkt waar we nu staan, we hebben uh, een afstemming gehad met speerpunten met een aantal koplopers. Uh, uh, Ludolf, die vaak verder op vakantie gaat, die, die, die heeft daar mooie kreten voor als Coalition of de Willing en zo. Hè. Maar er uh, zijn een aantal waterschappen ja. al uh, druk bezig en doen dat al heel lang. Uh, en wat we daar vooral gedaan hebben, is gewoon eens gevraagd aan iedereen: ja, wat zijn nu je, je, je parels en je ambities? Hè. Want er is ervaring. En is zowel op het persoonlijke vlak, degene die zei van ja ik wil die kar wel trekken, als op organisatievlak. Daar kwam eigenlijk hartstikke veel uit. Dat zal Aad straks laten zien, maar dat gaf een enorme opbrengst. Je man, we kunnen al hartstikke veel, maar als we dat nou maar bij elkaar zetten. Uh, en dan de tweede stap is van, ja, hoe gaan we het uh, verder uitschrijven? Daar zijn we ook al mee verder. Dus wat is het kader en wat moet erin en hoe gaan we daar wat structuur in aanbrengen? Dat laat ik ook even aan kaart. Aard over. En waar we nu zitten is dus de, het eerste concept opstellen. En dit is een kans om wat meer ja, mensen in de sector te, ja, te bereiken en te vragen: van nou ja, reageer er eens op. Um, dan komt er nog een. Um, ja, eind van het jaar uh, willen we dit afronden. En dan hebben we een soort blauwdrukje die we dan willen gaan testen bij een aantal waterschappen. Um, als je het hebt over monitoring zelf, dan is dit al eens een keertje besproken in een van de vele workshops vanuit het netwerk Dijkmonitoring en STOA. Ja, dan begint het altijd met de systeemanalyse. En zonder dit helemaal te willen behandelen. Uh, er hoort natuurlijk wel een keuze van systeemkennis en een monitoringstrategie bij. Van waarom doen we het en hoe doen we het. En, 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 en dit is alleen maar om te laten zien van ja, al dit soort dingen bestaan al. Ook de theorie is er al. Uh, ook de handleidingen en de boekjes die erachter zitten, met uh, dingen die binnen de uh, projectoverstijgende verkenningen zijn ontwikkeld, er is heel veel. Uh, wat wel belangrijk is, in dit is dat plaatje, dat uiteindelijk moet je nadenken over die systeemanalyse, moet je met een gekwalificeerd team doen. En dat is dus buiten, niet binnen. Die ook nadenken van ja, maar wat weet ik al? Hè? En wat zijn de omstandigheden, wat zijn de locaties, uh, uh, dat soort zaken. Uh, dan even heel kort. Er zijn heel veel uh, informatiebronnen als je met monitoring aan de slag gaat, waarbij je dus kunt terugzoeken van ja, hoe zit dat nou precies, wat is het instrument, uh, hoe werkt dat. Uh, heel veel is uitgezocht uh, voor projecten. Uh, minder voor gewoon het normale beheer. Dus eigenlijk zie je dat elke keer die technologieontwikkeling toch wel te maken heeft met uh, het realiseren van projecten, het doen van bijzondere dingen. Uh, maar er is al een oude richtlijn meten en monitoren van bouwputten. En daarna in binnen het programma Vladcontrole Eikdijk zijn ook verschillende cases gedaan. Daar is ook een website voor, daar kun je in kijken. Uh, we hebben de gebruikservaringen van het netwerk dijkmonitoring. We komen elk jaar bij elkaar om te kijken van wat zijn uh, ja, ervaringen die we graag willen delen binnen de sector. We hebben een handreiking lifecycle monitoring gemaakt voor de POV-macrostabiliteit. Er is gekeken naar differentiatie in waterspanningsmeters. Er zijn hele kwaliteitsverschillen. Wat moet ik waarvoor nodig? Uh, uh, met André hebben we nog een, 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 ja, een checklist gemaakt. Uh, hoe je kunt kijken van wat is genoeg en wat is nodig als ik wil monitoren voor dit systeem. Uh, niet als een soort handlijn zo moeten, maar als een soort uh, checklist die je als opdachtgever en opdachtnemer samen kunt doornemen. Om te zeggen, zijn we het erover eens dat dit genoeg is? Hè? Of dit, dit voldoende is. Um, binnen de POV-pijping is er een heel mooie um, toelichting gegeven over uh, hoe je tegen pijlbuizen aan moet kijken. Het is een vrij bekend instrument in de waterkeringswereld. Uh, er is voor Rijkswaterstaat ook een documentje geschreven waar die vorige sheet uitkomt. voor de basisopzet dijkmonitoring. Dan kom je tot je strategie. Het zijn technische achtergrond, informatie, meettechnieken. Dus kortom, er zijn heel veel dingen al. Daar. Eh, zaken aan toevoegen, ja, dat hoeft eigenlijk niet. Wat vooral belangrijk is, is dat je eh, nu de eh, ervaringen ophaalt van de waterschappen zelf. Eh, wat, ja, hoe hebben zij toegepast en hoe past dat in hun systeem? Nou, er is hier een systeem? Dan zie je een behoorlijk lange lijst van waterschappen. En wat ook wel het mooie is, is dat hiermee het initiatief een beetje weer eh, teruggehaald is naar de waterschappen zelf. Want van die andere dingen, de POV-achtige zaken zie je dat het initiatief heel vaak bij de dijkversterkingsteams zat, dus projectmonitoring. Maar eigenlijk wil je nu kijken van wat heb ik nodig voor uh, ja, de basismonitoring voor de zorgplicht. Dus dat, dat is denk ik wel het bijzondere van deze actie, dat uh, het initiatief weer terug is bij uh, de beheerders. En daar zijn echt uh, leuke dingen uit uh, te halen. Maar ja, zoals ik zei, hè, dat mag jij doen. Uh, misschien wel leuk om te vertellen, deze Coalition of, will of the Willing, die komt ook uit de WWK. Uh, dus vorig jaar in de WWK hebben we dat voorstel uh, behandeld. En daar hebben toen een aantal waterschappen uh, hun hand opgestoken van, nou wij willen sowieso meedoen. Dat wouden eigenlijk de meeste waterschappen wel. Maar uh, als je dan uh, financiële bijdrage vraagt, dan uh, wordt het soms wel wat lastiger. Maar deze, die wilden ook wel echt meebetalen. Dus misschien nog goed om uh, toe te voegen. Um, ja, wij hebben een aantal uh, tweetal bijeenkomsten gehad met de uh, uh, Coalition of the Willing. We hebben een uh, uh, startbijeenkomst uh, gehad. Daar hebben wij dit als uh, visueel verslag uh, bij laten maken. Uh, we zijn daarin begonnen om uh, de ambities uh, voor dijkmonitoring uh, te achterhalen in die groep. Uh, daar zal ik eventjes op, uh, op inzoomen. Um, nou, er uh, uh, was de ambitie om nou, met richtlijnen te komen, zodat niet iedereen het wiel uh, opnieuw hoeft uit te vinden. Dat uh, nou, was ook nog wel een leuke opmerking. We willen gewoon geen uh, discussie meer met het HWP. Daar werd uh, hard om gelachen tijdens die sessie. Uh, nou, verder uh, uh, wil je nou, actueel inzicht, ook omdat je bestuur daar heel erg uh, op zit te wachten. Uh, die wil uh, nou, gewoon weten hoe het uh, areaal ervoor staat. Uh, daar is veel aandacht voor. Uh, en nou, er moet eigenlijk een soort van visie komen op uh, dijkmonitoring. Uh, dat natuurlijk uh, ook bij de waterschappen individueel goed uit de rollen valt. Dus dat is grofweg even wat, wat er aan uh, ambities uh, is geopperd. Uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen gezien de tijd. Uh, verder hebben we het gehad over uh, waar staan we op de lange termijn en waar staan we nu... Uh, nou, nu hebben we vooral veel gehoord van nou, het, het is uh, dijkmonitoring onderdeel van asset management. Uh, het helpt om asset management uh, bij het bestuur ook beter te verkopen. Uh, nou, je hebt uh, allemaal uh, ad hoc uh, pilots van drones die gebruikt worden om uh, dijkinspectie te doen. Uh, verder heb je uh, ook nog de opmerking van gebiedskennis, is ook een pareltje. Dat vond ik wel echt een hele goede tijd, die sessie. Uh, van je kunt wel alles met uh, satelliet of met sensoren doen, maar een echte techneut heeft vuile handen, werd er gezegd. Dus die, die gebiedskennis, dat je echt buiten bent en, en gewoon de hele context van de omgeving meeneemt, ook in je monitoring, is hartstikke belangrijk. En dat, dat ga je ook waarschijnlijk altijd wel behouden. Uh, even kijken, en ja, op de lange termijn uh, uh, zien we natuurlijk ook uitdagingen op ons afkomen. We zien uh, de, 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 nou ja, extreme weersomstandigheden, lange, lange perioden van, uh, van droogte, bijvoorbeeld. Uh, onbekend is wat, nou, wat hebben nou meerdere lange droge periodes van invloed op je, op je keringen? Dat is een vraag die wel leeft. Het uh, is gewoon een, een must om uh, voor in de toekomst een antwoord op te vinden. Uh, Ga ik eventjes uh, verder. We hebben het over randvoorwaarden gehad. Uh, je hebt natuurlijk bestuurlijk draagvlak nodig. Uh, nou, het bestuur heeft er ook baat bij, dus dat, uh, maar het is iets om uh, bewust van te zijn. Uh, nou, je moet je je opdrachtgever uh, meenemen. Uh, je hebt uh, van doen met verschillende afdelingen binnen waterschappen die met uh, waterveiligheid bezig zijn. He, dat zie je aan de zorgplicht. Dat je met vergunningverlening en handhaving ben je bezig bent Je bent met de, de Waterveiligheid beleidsafdeling bezig. Je bent met uh, de, de gebiedsbeheerders bezig. Nou, die zijn allemaal in principe hebben die een rol in de dijkmonitoring. Nou, hoe organiseer je dat nou als er allemaal afdelingsgrenzen tussen zitten? Dat is een goed punt om uh, daar rekening mee te houden. Uh, dan hebben we ook nog het gehad over de kansen voor het spoorboekje. We zien uh, heel veel uh, uh, in de omgeving die positief uh, voor de dijkmonitoring kan uitwerken. Uh, sowieso dat, dat waterschappen al een netwerk hebben: een netwerk dijkmonitoring. Uh, nou, het klimaat uh, verandert, wat natuurlijk allemaal nieuwe vragen oproept. Uh, en die vragen die leven al lang. Uh, maar daarbij wordt dijkmonitoring wel steeds belangrijker. Uh, en nou, dat zou het als wind in de zeilen van het spoorboekje moeten gelden. Uh, dan ga ik eventjes uh, verder. Uh, Martin gaf het net al aan, alle waterschappen die hebben wel met dijkmonitoring uh, van doen gehad, doen dat ook al, maar wel allemaal op verschillende niveaus. En het is altijd belangrijk om rekening te houden met uh, al die uh, lokale verschillen. Uh, daar, daar zijn we ons van bewust. Um, maar we willen niet dat iedereen het puil opnieuw uitvindt, dat zou ontzettend zonde zijn. Uh, verder hebben we, de, uh, even, we hebben het gehad over de oorsprong, hè, waar Martin het ook al uh, over had gehad, met dat uh, incidenten vaak aanleiding zijn om uh, intensievere monitoring te doen. Uh, maar dat je het gewoon structureel wil doen, hè, zoals voor de zorgplicht. Dat je uh, nou, met name naar de levenscyclus van de dijk kijkt en dat je daar je monitoring op aanpast. Um, verder hadden we ook nog geconcludeerd ge dat je met uh, nou het spoorboekje eigenlijk ook gewoon een nulmeting wil doen van hoe het er aan toe gaat met dijkmonitoring in het land. Dus een nulmeting, dus uh, het monitoren van de dijkmonitoring zou ik maar zeggen. Um, de Unie van Waterschap heeft daar in 2017 al wel aandacht voor gehad. in een bedrijfsvergelijking voor waterveiligheid. Dus er is toen al een momentopname van, van geweest. Maar het is volgens mij zaak om dat in de toekomst ook weer verder op te pakken. Uh, ja, dat is eventjes grofweg wat er in de eerste startbijeenkomst. allemaal de revue heeft gepasseerd. Uh, ja, we maken voor dijkmonitoring eigenlijk onderscheid in twee soorten, uh, projectmonitoring en zorgplichtmonitoring. En dat onderscheid is handig om ook gewoon van elkaar te kunnen leren, dat je uh, het wel over hetzelfde hebt. Uh, wat we ook zagen in die uh, bedrijfsvergelijking, uh, je, hebt, je hebt daar gewoon verschil tussen zitten. Uh, de een die is voor een korte tijd van, uh, van het project en ook voor de, voor de omgeving relevant dat je een nulmeting maakt. Uh, en basismonitoring uh, in relatie tot de zorgplicht, dat doe je ook echt uh, ja, om in controle te zijn. Uh, dan gaan we eventjes uh, verder. We hebben een aantal in de tweede bijeenkomst uh, van de Coalition of the Willing, hebben we een aantal uh, kaders en uitgangspunten geformuleerd. We zijn met de technische punten begonnen. Dus nou, hoe win je je data in? Hoe sla je je data op? En uh, hoe verwerk je dat, zodat het goed gebruikt uh, kan worden? Uh, nou, wat voor um, uh, bestandformats uh, ga je gebruiken? Allemaal dat soort uh, technische zaken waar we in een spoorboekje een uh, richting aan willen geven. Uh, proces belangrijk, dat willen we in het. Uh, we willen een aantal processtappen formuleren in het spoorboekje, zodat waterschappen zelf daar handvaten mee hebben om een procesbeschrijving te maken binnen hun eigen organisatie. Omdat die organisaties natuurlijk toch allemaal wel anders zijn, dus dat je daar wel weer rekening mee houdt. Maar dan zijn een aantal processtappen op hoofdlijnen wel handig om van te spieken, om het zo maar te zeggen. Uh, je krijgt ook te maken met een uh, organisatiecontext natuurlijk. Uh, je hebt een, uh, nou, uh, ook directie bestuur. Uh, je hebt uh, rollen in de organisatie. Wie moet nou precies wat doen bij dijkmonitoring? Uh, ook is er een uh, financieel aspect van uh, dijkmonitoring. Uh, wij willen in het handboekje ja, pointers geven voor een objectieve kostenbatenanalyse, zodat je daar uh, nou, in ieder geval uh, je, je directie en bestuur mee kan overtuigen om uh, in te zetten op dijkmonitoring. Uh, het aspect van tijd, uh, dus dat je rekening houdt met de levenscyclus van de dijk, de verschillende levensfasen. En ook dat je de, de, de uh, tijdsduur van de monitoring daarop afstemt. En als laatste hebben we nog het uh, cultuuraspect. Iedere, uh, ieder waterschap heeft natuurlijk een, een, een organisatiecultuur. En uh, nou ja, daar, daar moet je ook rekening mee houden. Uh, en in het spoorboekje willen we daar ook uh, pointers voor geven om daar rekening mee te houden en aandacht voor te vragen.